Nou, mooi om bij jou hier te zijn, Gasvrij Rotterdam. Dat Gasvrij, dat is het hier ook al heel goed ontvangen. Maar hoe is Gasvrij Rotterdam ontstaan? Ja, eigenlijk vanuit een analyse van de markt. Midden in de crisis werd de vraag gesteld van, moeten we niet een horecaplatform organiseren in Rotterdam? En daar in Rotterdam, toch de tweede stad van Nederland, voor sommige mensen de eerste stad, eigenlijk helemaal niks te doen was op horecabeurzengebied. Dus toen ben ik een inventarisatie aan houden onder nog relaties van mijn tijd als beursmanager van de Horecava. En uiteindelijk zijn we toen 2 jaar later, hebben we de eerste editie gerealiseerd van Gasvrij Rotterdam met 15 founding partners. En nu zijn er natuurlijk al een aantal horecabeurzen. Ja. Wat kenmerkt of wat maakt Gasvrij Rotterdam eigenlijk specifiek of onderscheidend? Nou, ik heb eigenlijk met name gekeken waar kunnen wij dan onderscheidend in zijn. Dus we hebben het eigenlijk afgebakend door de focus te leggen op ondernemers en managers. Dus voor exposanten is dat een hele prettige doelgroep om mee in contact te komen. Want als je met ze in gesprek bent, dan kunnen ze ook zelf beslissen of ze iets bij je willen aanschaffen of niet. En dat wordt blijkbaar gewaardeerd. En voor de komende beurseditie, wat zijn die specifieke randvoorwaarden waarom je de beurs moet gaan bezoeken? Nou ja, bijvoorbeeld een nieuw paviljoen dat we hebben. We hebben een aantal themapaviljoens op de beurs staan. Ze hebben bijvoorbeeld een kenniscentrum voor bier al een aantal jaren. Dus samen met het servicecentrum voor hospitality organiseren we al jaren nu een kenniscentrum voor bier. Waarbij bier als gastronomisch product in combinatie ook vaak met gerechten wordt gepromoot. Brouwmeesters die daar een verhaal houden over de kenmerken van een bier, waarom het een speciale smaak heeft. Dat zie je eigenlijk nergens op geen enkele andere horecavakbeurs. Dit jaar is dan weer nieuw, het Vegan Taste Lab. Proverg is daar onze samenwerkingspartner die de tastings ook gaat verzorgen. Ja, ik denk dat dat een hele mooie vertaling is van wat er in de markt speelt. En wat je eigenlijk je ondernemers en managers dan op de beursvloer kan laten bijbrengen. Ik zit nu even op de stoel van een horeca ondernemer uit, laten we zeggen, Lelystad. Ja. Wanneer moet hij hier naartoe en waarom moet hij hier naartoe gaan? Onze doelstelling is dat eigenlijk alle ondernemers en managers met 10 nieuwe ideeën naar huis gaan als ze de beurs bezocht hebben. Dat ze zeggen, oh, wat een gaaf product, dat ken ik nog niet. Of oh, wat gaaf, ik wist niet dat dat bestond überhaupt. Dat ze mensen hebben ontmoet waar ze iets meer verder kunnen. En dat omveld, dat creëren we hier met Gasvrij Rotterdam. 500 leveranciers in 5 beurshallen, prachtig aangekleed. Dus het is gewoon leuk en goed om er te zijn en bij te blijven met wat er speelt in de markt. Ik ga komen. Dat mag je aannemen.